De lezing gaat vooral over, of tenminste ik laat vooral prentjes zien van boerderijen en van werkende boeren en ook van middeleeuwse gereedschappen en zo, middeleeuwse boeren. Het zijn er ongeveer 100, maar ik weet niet hoe ver ik kom, want ik zal bij elk prentje iets vertellen. De boeren in Oosterhout, tegenwoordig is het nog maar een paar procent boer. En zeker in het centrum van Oosterhout, daar zit bijna geen één boer meer. Dus we moeten naar Den Hout of naar Vrachelen of naar Oosteind of Dorst. Daar zitten nog een paar boeren. Maar hoogstens een paar procent van de bevolking. Vroeger was het heel anders. Rond 1950 zaten er in Oosterhout centrum nog tientallen boeren. Heel dicht bij de kerk, hier vlakbij stond een boerderij. 30 meter hier vandaan. In elke straat stond vrijwel een boerderij. Behalve echt in het centrum, in de Arendstraat en in de Kerkstraat en zo. Maar in de Gasthuisstraat stond een boerderij. In de Rulstraat, in de Kruisstraat, in de Gasstraat. Overal stond een boerderij. En dit is er eentje van de hoek van de Gasstraat en de Kegelstraat. De eerste Kegelstraat. En van de gebroeders van Babel. Bomen, dat zijn lindenbomen, die stonden vroeger bij vrijwel elke boerderij om schaduw te geven. Ja, dat is een natuurlijke regeling. In de winter zijn ze kaal, dus dan kan de zon op de boerderij. Wordt lekker warm. En in de zomer houden ze goed de zon tegen. De boerderijen waren logisch gebouwd. Meestal stonden ze in open gebieden met de korte kant naar het zuidwesten. Dan vingen ze de minste wind, want dat is de lange dak. De volle wind krijgt, dan heb je kans dat het gewoon opgetild wordt. Moet je maar eens kijken in Teteringen op het Hoevenend. Dat is een straat die ongeveer noord-zuid loopt. Daar staan die boerderijen allemaal naar het westen. Omdat daar een open polder ligt waar de westenwind huis kan houden. En de zuidwestenwind vooral. De gemeente Oosterhout heeft er alles aan gedaan om de boerderijen uit het centrum van Oosterhout weg te krijgen. Ik begrijp echt niet waarom ze niet een paar boerderijen hebben gespaard en daar een theater van hadden gemaakt of een biep of noem maar op. Had makkelijk gekund. En nou zitten we opgezadeld met een stel lelijke flats. Overal waar die boerderijen gestaan hebben. Dat is het erf van de boerderij van de gebroeders van Babel. Op het erf staan altijd wat bijgebouwen. Een schuur staat er, een kooi en een bakhuis kan er ook nog staan. Allemaal kleine gebouwtjes, behalve de schuur. Dat is een groot gebouw, daar krijgen we trek nog over. Nog iets over het woord boer en boerderij. Het woord boer werd hier nooit gebruikt. Tot 1950, zeg maar. En boerderij ook niet. Er werd stee genoemd. Of in de 19e eeuw een bouwmanswoning. Dus het woord was wel bekend in het Nederlands vanaf 1512... is het woord boer bekend en het woord boerderij vanaf 1644. Maar als iemand het over een boer had, dan praatte hij over een landman of een bouwman of een akkerman. Er waren namen voor het boer. Tegenwoordig agrarisch ondernemer. Dat is een stevige wand, op zijn middeleeuws gemaakt. Alle wanden in de middeleeuwen die waren zo gemaakt. Er waren staanders, die werden in de grond gezet. En daartussen werden takken gevlochten van buigzame soorten, zoals willig of hazelaar, vuilboom. En als die takken op zijn plaats zaten, dan werd daar leem tegen gegooid. Leem en kort geknipt stro. Dan plakte het beter. Maar die wanden die waren wel heel kwetsbaar. Want als de regen erop valt, op leem, dan wordt die zwaar en dan zakt die naar beneden. Dus die wanden die moesten regelmatig gevit en geleemd worden, zo noemden ze dat. Vitten, dat is van die takjes vernieuwen, want die rotten natuurlijk. En lemen, dat is leem er tegenaan smijten. En die leem, die haalden de boeren meestal vlak bij de boerderij, want hier in Oosterhout zat natuurlijk veel leem in de grond. En die werd dan een beetje gekneed en met stro vermengd en dan daar tegenaan gegooid. Zo'n wandje, dat heet een weegt. En dat zat dus overal in de boerderij, voordat de verstening begon. En de verstening, dat is iets van af 1650, zoiets. Dus van tevoren waren de boerderijen allemaal van hout en riet en stro en leem. Goedkoop materiaal, behalve het hout. Want
Om een boerderij te bouwen heb je wel een heleboel zware eikenbomen nodig. En die waren op een gegeven moment op. Want hier in de omgeving, moet je zich voorstellen, die was eeuwenlang helemaal kaal. Waar nou de bossen zijn, de Fraggelsheide, dat was hei. Er waren zandverstuivingen. Dus het was een kale boel. En de bomen die stonden alleen vlak bij de boerderijen meestal. Daar stonden een paar grote eiken. Dus als een boer zijn schuur moest vernieuwen, een paar nieuwe palen, dan hakte hij die om en dan konden die gebruikt worden. Maar die waren relatief heel duur. Dus het hout was duur, maar de rest was goedkoop. Oh ja, die weegten die zaten dus ook aan de binnenkant van de boerderijen. Dus ook verdeelde de boerderij in twee helften. Eerst een stalgedeelte en een woongedeelte. En later de kamers apart. Dit is de boerderij van Van Bavel, het skelet, aan de Kruisstraat. En u ziet hoeveel hout daarin zit. We hebben de staanders. Dat zijn die palen die het gebind dragen. Die staan op poeren. Poeren, dat zijn betonblokken. En vroeger waren dat waarschijnlijk ook planken. Die poeren die zijn gebruikt vanaf ongeveer 1300. En van tevoren stonden de staanders in de grond. Dat was wel sterker, maar in de grond dan rot natuurlijk alles. Dus na 25 jaar, dan waaide die boerderij omver. Dat was meestal ook de duur van een generatie, dus dan gingen de kinderen een nieuwe boerderij bouwen. En de oude, daar bleven de palen van in de grond zitten. En die rotten dan verder. Dus je hebt staanders en je hebt balken in de lengte. Dat heten de wormen. En je hebt gordingen natuurlijk en korbelen. Maar daar ga ik allemaal niet op in. En het dak is van riet in Oosterhout. Of in de armere zandstreken van stro. Gewoon van roggenstro. Dus de boeren die dorsten de stro. Die zochten de meest rechte stengels eruit, het onkruid eruit en dan op dak. Dat is een nieuw dak. Dus zo kon je een schuur bouwen. Dit schuurtype, daar rij je in vanaf deze kant. Hier is de straat. En dan gaan ze hier in. De doorrit. En dan kun je er aan de achterkant weer uitkomen. Het zijn hele grote schuren. Noemen ze de Vlaamse schuur. En die komt waarschijnlijk ook uit Vlaanderen. Ik heb daar aanwijzingen voor de rond 1650 in Moergestel. Dan wordt er een tientschuur verbouwd. En die was eerst van een ander type. Die was van het dwarsdeeltype of dwarsdoorrittype. Dan zit de ingang hier. En dan rijden ze zo door die schuur. En wat is nou het voordeel van dit type? Nou, hier kun je gewoon langs elk gebind rijden en daar lossen. Maar als je zo'n dwarsdeelschuur hebt, hier rij je erin. En dan moet je die schoven om gaan gooien naar links en naar rechts. En dat is natuurlijk heel veel werk. En dit type schuur kun je ook makkelijk langer maken. Dus als een boer meer land kreeg, meer graan, dan maakte hij een schuur met een gebind langer. En die schuren die werden ook regelmatig verplaatst. Dus als ze ergens niet meer gebruikt werden, overbodig waren, dan werd het dak eraf gegooid. De staanders die werden plat gegooid. En op een kar of op ander iets werden ze naar een andere plaats gereden. Gekrooien noemen ze dat. En dan werden de staanders en zo, die werden allemaal gemerkt. Dat zie je nog in veel schuren, zie je op de balken en de staanders, zie je allemaal getallen staan. En dat is een teken dat ze ooit verhuisd zijn. Links van de doorrit zijn de gebinten, daar werd het graan gelost. En dan is er hier aan deze kant nog een heel klein stukje, achter de gebinten. Dat noemen ze de afhang, of de uilaat, of de uilaard. En daar stond vaak gereedschap, dus achter het graan. In de winter werd er op de dorsvloer gedorst. De dorsvloer is hier gewoon waar ze doorrijden. En de dorsen nam heel veel tijd in beslag natuurlijk, want dat ging allemaal met de vlegel, maar daar krijg ik misschien nog over. Ja, nog een voorbeeld van een schuur. Hier zie je planken aan de zijkant, er was overal de gewoonte, hier waren geen beegten meer in de 20e eeuw, maar er waren geteerde planken, gepotdekseld. Hè? En in die schuur zat niet veel ruimte om licht binnen te laten, aan de zijkant waren wel eens van die halve maanvormige openingetjes. Maar meestal zetten ze gewoon de deur open, er was licht genoeg, tenminste overdag. Er werd wel eens gedorsen met kaarsen, maar dat was gevaarlijk.
Want ze begonnen vaak om 4 uur, de boeren. Hè? De dorsen was ook heel ver te horen. De dorsende boeren in Seters, die konden gehoord worden in Teteringen. Dat is toch 1 kilometer of 4. Dus drong ver door. Inscripties in schuren. Dat is een studie op zich waard. Vaak als knechten of zo aan het dorsen waren en ze hadden even niks te doen, dan maakten ze een inscriptie. Dan zetten ze de naam, de initialen en bijvoorbeeld nog een tekeningetje bij. Molens vaak. En hier staat 1769. Ja, wie er is. H-A-O. Hendrik Adriaan. En eronder staat IHS. In hic signe. Vind je het? Wat die inscripties betreft is best de moeite om die allemaal eens op te sporen. Want die schuren die worden op een gegeven moment vaak plat gegooid. En dan gaan die staanders weg. En de inscripties. Hier zitten we aan de Kruisstraat. Vroeger stonden daar 2 lindenbomen. En dat is de boerderij van Weigert. Koos Weigert. Een hele oude boerderij. De oudste boerderij van Oosterhout die stond waarschijnlijk aan de Leijze Dwarsstraat. Ongeveer waar nou het viaduct in de Hoogstraat is, over de snelweg. Daar stond een boerderij, die is in 1944 afgebrand. En die was van In het Groen. En er was een boerderij met een trapjeschevel. Heel apart. Dat zie je nooit ergens anders. Ja. Maar dit is een gewone gevel. En ja, die boerderijen, dat zijn allemaal langgevelboerderijen. Zo heette die. Omdat ze in de lengte gesitueerd zijn. 1626, ja. Een van de oudste boerderijen van Oosterhout, toch? Maar ook rukzichtloos gesloopt. Kijken in de stal. Een paar onderdelen van de stal. Dit is een grubstal, hè? Zo noemen ze dat. Een grubstal. Een grubstal vanaf 1920 ongeveer waren dit type stallen in het gebruik. Dit noemen ze de zul. En in de zul staan de stalgangen. Die heten overal anders, maar hier heten ze stalgangen. En dit is de bovenzul. En hier is een zolderbalk. En dit is de voorvloer waar die kat zit. 2 katten. Dus vanaf 1920 ongeveer was deze stal in de mode. En tegenwoordig zijn er weer andere stallen. Maar er is ook een type stal teruggekomen wat eeuwenlang hier bestond. Noemen ze de potstal. De koeien stonden in een gat, een pot. En die produceerden mest natuurlijk en gier. En die boeren die gooiden iedere dag plaggen, heiplaggen onder die koeien. Om die gier op te vangen. Want het probleem van gier, dat is nogal groot. Een moderne koe die produceert per dag 60 liter gier. Dat zijn 6 emmers. Als we nou aannemen dat de koeien vroeger veel kleiner waren. Maar ze stonden ook veel meer op stal. Dus vroeger gingen de koeien maar een paar uur naar buiten om te eten. Ging er een koewachter mee, een aankomend gastje. En de rest stonden ze op stal, dus die produceerden per dag misschien wel 40 liter gier. Als je dan 4 koeien hebt, laten we een normale boer nemen van een eeuw geleden, of 2 of 3 of 4. Dat is 160 liter per dag, dus in de week 1000 liter. Nou, als je dan een maand volhoudt, dan zit je aan 4000 liter. Waar laat je die gier? Die moet dus opgevangen worden door die vlaggen. Want stro, je kunt er wel stro bij gooien, maar dat absorbeert niks. Dus je moet dat in de vlaggen laten trekken. Wat gebeurt er anders? Dan zakt het in de grond. En dan komt het bij het grondwater. En als het bij het grondwater komt, dan gaat het naar de put. En dan kun je het water niet meer drinken. Dan kun je wel verhuizen. Dan gaat het stinken. Dan wordt het ondrinkbaar. En dat komt wel eens voor. Is wel eens voorgekomen. Dus om dat nou tegen te gaan, leggen veel boeren onder de potstal een leemlaag. En dat houdt dan de gier een beetje tegen. Maar ja, op den duur, als er veel gier is, dan gaat hij over de randen van die leemlaag natuurlijk. Komt toch in het grondwater. Dus dat is geen goede oplossing. De potstal die bestaat waarschijnlijk al vanaf de Romeinse tijd. Want er is eigenlijk geen andere manier om dat probleem op te vangen van die gier. Dus dat is, er zijn hier potstallen gevonden aan de Veerseweg.
En die zijn uit het begin van de jaartelling. Dus die waren er toen al. De volgende met u. Bedrijf van Weigerlijk. Trapje naar de opkamer. In zo'n boerderij was een vrij vaste indeling meestal. Je had de kamer, de keuken, de bijkeuken, die noemden ze hier de moos of de mons. De kelder natuurlijk. En opkamer noemden ze ook wel hoogkamer of opperkamer. En daar sliep vaak de knecht. De kelder die diende om vlees te bewaren, om boter te bewaren, brood en van alles wat opgeborgen moest worden. Hier weer zo'n huis met twee lindenbomen. Lindenbomen heb je in drie soorten. De winterlinde, de zomerlinde en de Hollandse linde. En meestal is het de Hollandse linde. Dat is een kruising van de winter- en de zomerlinde. Die bomen staan daar. Daar was vroeger een naaischool voor de kinderen in, rond 1920. Ja. Ja, allemaal afgebroken. We gaan weer verder. Opperkamer, opkamer. Ja. De kelder. Die kelders die hebben meestal de boogvorm, de sterkste. En die zijn goed waterdicht. Daar rechts in de hoek, dus de spekkuip. Daar zit het vlees in de pekel. Het raampje om een beetje frisse lucht te krijgen. En dan had je nog wat planken waar je wat op kon leggen. En wekpotten inzetten en brood en noem maar op. Dus daar werd alles in bewaard. De verstening van de boerderij is waarschijnlijk begonnen met de kelder. En de schoorsteen. Twee dingen die natuurlijk van steen moeten zijn eigenlijk. Hè? Als je een kelder hebt zonder stenen, ja, hoe moet je een kelder maken? Van leem. Hoogstraat 80, zeggen ze hier. Paulusabdij. Bij de Paulusabdij. Ja. Dus het dak helemaal naar beneden gekomen. Ja, dan kan de regen bij het hout. Rotten de staanders en de balken. Ja, kijk maar. En dan is het gauw gebeurd. Dus het moet goed bijgehouden worden. In pachtcontracten wordt altijd gesteld dat de pachter ieder jaar zoveel schoven riet of stro op het dak moet leggen. En vooral op de zwakke plekken natuurlijk. Die schoven die noemden ze gelui. En dan schreven ze ook nog voor hoe groot die schoven moesten zijn. 7 palm in de band. Palm dus een decimeter zoiets. Dus dan zeiden ze niet kleine schoven, je moet voldoende stro. In die pachtcontracten staan vaak hele interessante dingen. Daar kun je veel over leren van de landbouw. Dus welke gewassen dat er geteeld moeten worden. Wanneer te braak gelegd moet worden. Hoeveel fruit de eigenaar uit de boomgaard mag hebben. Enzovoorts, enzovoorts. Bleven ook vaak mensen in die boerderij wonen als ze verpacht werden. Bijvoorbeeld de eigenaar. Die bedong dan wel eens dat hij de goede kamer mocht gebruiken. En bij verkoop gebeurde het ook wel dat opa en oma in de boerderij bleven wonen. En dan bouwden ze vaak een kamer vooraan de boerderij eraan. Noemen ze de uitkamer. Dus dat is het drie generaties. Ja, drie generaties gezin. Daar wordt in de literatuur altijd van gezegd dat het niet bestaan heeft. Maar ik heb uit die beschrijving van die boerderij heb ik tientallen voorbeelden dat het wel voorkwam. Soms woonden ze ook in het bakhuis. Of in de schaapstal, dat kwam ook voor. De mensen keken niet zo nauw. Ze konden goed tegen de kou. De kamertemperatuur die was vroeger in de huizen al aangenaam als 13 of 14 graden was. Tegenwoordig is het in de bejaardenhuizen 23 graden. Dus, hier is tropische. Ja. Van een meneer Huizers, dat is een tekenaar uit Breda. En die maakte een heleboel vrij redelijke tekeningen van boerderijen, maar deze is op een of andere manier overbelicht geworden. Die tekende vooral in Teteringen en Prinsenhagen, in Oosterhout niet. In Oosterhout hebben we wel afbeeldingen van boerderijen, van een paar schilders natuurlijk. Laarbug, onder andere. Jan Bos. Ja, dus daar kunnen we ook aan zien hoe het 100 jaar geleden was, of nog langer, van tevoren. Maar als je het alleen uit beschrijvingen moet hebben, dat is heel moeilijk. Dus daar
kun je echt niet zo'n zuiver beeld van opmaken hoe die boerderijen er allemaal uitzagen. Maar het is wel duidelijk dat de boerderijen steeds groter zijn geworden. En steeds meer van steen. En vooral in de 19e eeuw zijn ze heel veel groter geworden. Tot 1870, want toen kwam er een crisis. En toen is de boel weer ingestort. Hier hebben we een boerderij nieuw gebouwd na de oorlog. En toen was het idee, de beste soort boerderij, het type, dat is de kop-hals-romp boerderij. Dus eerst een huis, dan de hals, daar zit het melklokaal in, daar worden de melkkannen gewassen en zo. En dan de schuur en de stal in de schuur. Eén geheel, dat kan ook, hè. Je kunt de stal in de schuur bouwen en daarop hooi leggen. Boven de stal lag altijd alleen maar hooi. En in de schuur lag alleen maar graan. Met enkele uitzonderingen. Maar het hooi moest vlak bij de koeien zijn natuurlijk. Hooibergen kenden ze hier niet. In tegenstelling tot Holland. En misschien enkel in de 20e eeuw, maar van tevoren was er geen een hooiberg. Want er was toch niet zoveel hooi. Dus ze laden het gewoon in de schuur, in de stal boven de koeien. Op de schurring heette dat. Schoring. En daar zat het hooi en dan zat er een luik. En dan kon je het hooi zo voor de koeien gooien. Makkelijker kon niet. Alleen het werd een beetje muf van de walmen van de koeien. De ammoniak en methaan en alles wat naar boven kwam. Alleen de paarden die aten er niet. Of die werden er dampig van. Een paard moet veel beter hooi hebben dan een koe. Dus dat is... Ja, de boeren hadden wel eens last van het water, in de polder natuurlijk. De polder die heeft eeuwenlang onder water gestaan. En daar waren de boeren eigenlijk wel blij mee. Want iedere keer als hij onder water kwam, dan kwam er een lekkere vette laag klei bij. Dus de polder, daar zit waarschijnlijk veen in de ondergrond. En op dat veen zit een meter of meer klei op de meeste plaatsen. En dat is gekomen door al die overstromingen in de winter. Dus dat is doorgegaan tot ongeveer 1960, denk ik. En toen is dat gestopt. Maar in 1953 was het tot slobberstoren, het water. Ja. En dit is in 1926. Er zijn een heleboel overstromingen geweest in Nederland. Tientallen. En de bekendste is de Sint-Elisabeth-vloed van 1421 natuurlijk. Er zijn een heleboel dorpen verdwenen. Dit is de moos in een boerderij. Er moet natuurlijk water zijn in de moos, want je moet er heel veel wassen. En de afwas doen, de kannen wassen, melkbussen. En de water, dat moet ook weer weg kunnen. Daarom zat er een mozengat. Er was een klein gaatje onder in de muur. Daardoor stroomde de water naar buiten. Het afgewerkte water, zal ik maar zeggen. En dat kwam dan in de tuin. En daar kon je dan lekker celderi zetten, want dat was goed nat. En dat was, groeide daar goed. Schematische tekening van een stal. Zien we nog eens de stalgangen. Stalrepels heette die ook al. En, de zul enzovoort. En achter de koeien lag de grup. Sommigen noemen dat de groep, maar dat vind ik een beetje een vreemd woord. De grup, en daar kwam de gier in. En de gier die verdween dan in de gierkelder en de mest bleef liggen. En de boer die moest dan die mest uit de stal kruien naar de mesthoop. Of er waren later ook systemen dat er een apparaat door de grup ging en dan de mest buiten de stal bracht. Want het was een heel zwaar werk om al die mest op te laaien. En die mest kwam op de mesthoop en daar begon die te gisten en te schimmelen en te verteren. Maar die mest was moeilijk te bewerken omdat er lang stro in zat. Dus als je mesthoop weg wil rijden en er zit veel lang stro in, dan krijg je die met een riek, krijg je die mest bijna niet losgetrokken. En daarom werd er wel eens met een soort schop, een grijf noemden ze die, werd de mest losgestoken. Dat gebeurde in de potstallen ook. Dus anders kun je die mest niet loskrijgen. In de Bouwlingstraat. Lieneke, ze heeft een open vuur nog. In de meeste boerderijen was het open vuur al lang verdwenen. Rond 1900, zoiets al denk ik. Dat er kachels waren.
Maar Lineke Prinsé die bleef rustig daar bij het open vuur zitten. Net als Sjoke Jansen in Ginneke, die had ook zo'n boerderij, open vuur. En ze voelden zich daar heel goed, blijkbaar. De muur is een beetje zwart geworden. Ketel ook. Die noemden ze de Moor. De boerderij is al lang geleden afgebroken, ik weet niet in welk jaar. 1965, zoiets denk ik. Ja, denk ik ook. Ja. Ja. Ze heeft nog goede klompen aan. Ja, dat is nieuw. Zondagse. Zondagse klomp. Ja. Kijk, dit is gezellig. Dat is een prentbriefkaart over het boerenleven. En we zien daar een put. En aan een put zit zo'n haar. Waarmee je water kunt, met een emmer omhoog kunt krijgen. En die putten die waren gemaakt van verschillend materiaal. Soms van wijntonnen in de Romeinse tijd. Vaak van zoden en ook wel van holle boomstammen in de vroege middeleeuwen. En dan hadden ze een eikenboom uitgehold, heel werk natuurlijk. En die zetten ze dan in de grond en daar moest dan het water in komen. Maar de boerderijen stonden altijd op een plek waar het water niet al te diep zat, want anders dan kon je daar natuurlijk niet bij. Het moest, maar nu is het in Nederland bijna overal, dat je makkelijk bij het water kunt. Die putten die stonden dus een eindje van de boerderij, niet al te ver, want ze hadden bij alles water nodig natuurlijk. Hè. Koken, afwassen, alles. Dus er moest veel water voor de koeien. Koeien water geven, er waren tientallen emmers per dag. Rond 6000 jaar geleden kwamen hier de eerste boeren. De boeren die komen allemaal uit het zuidoosten. Dus in Zuid-Limburg, daar waren ze al zeker 1000 jaar eerder dan hier. En uiteindelijk komen ze allemaal uit Turkije. Door een voorganger van Erdogan weggestuurd, denk ik. Ook toen al Turk. Ook zo'n actie. Nee, die Turken waren er toen nog lang niet. Die zaten nog in Azië. Daar woonden de Anatoliërs. En in het Midden-Oosten, daar is de landbouw uitgevonden. Was eigenlijk een beetje een vreemde manier van leven. Want als je jager-verzamelaar bent, dan heb je een veel makkelijker leven. Dan schiet je om de 5 dagen een oeros. Of een groot beest. En dan heb je het eten. En dan hoef je verder niks te doen. De vrouwen die verzamelen wat bessen en zo. En wortels. Maar boeren die moeten de hele dag werken. Dus die hebben heel veel werk. Hier zien we de eerste ploeg. Ploegen. Ja. Het is eigenlijk een soort tak. Die door de grond getrokken wordt. En de trekkracht is dan een os. Meestal. En die maakt de grond alleen maar los. Dat is een modernere ploeg. Die draait de grond om. Maar deze maakt hem alleen maar los. Dat is een groot nadeel. Want de boeren moeten zaaien natuurlijk. Graan zaaien. En als je die grond alleen maar los maakt. Dan stikt het van het onkruid in de akkers. Dus wat werd er later gedaan. Toen er betere ploegen waren. Toen gingen ze voordat er gezaaid werd. 3 of 4 keer ploegen. En iedere keer liet ze de grond even liggen, dan kwam de onkruid op en dan ploegden ze het om. Dus de ploegen was eigenlijk onkruidbestrijding. Anders dan zouden ze geen graan hebben kunnen telen, zoveel onkruid kwam erin. Een eregetouw. Ere, dat is een oude naam voor ploegen. Dat komt in Oostruid ook voor de woord. Ik heb een paar keer ontmoet. Die eregetouwen die gebruikten ze op akkertjes van 40 bij 40 meter zoiets in de ijzertijd. Noemden ze raadakkers. En het complex waarin die lagen, dat is een Celtic field. Dus daar kleine akkertjes, zo groot als bipier, zoiets. En daar ploegden ze in die richting. En dan met het eregetouw loodrecht erop. En misschien nog een paar keer. En dan moest het goed zijn, dan gingen ze zaaien. En na een paar jaar werd die akker verlaten. En dan gingen ze een nieuwe. Ze zaten natuurlijk alleen met het probleem als er gras op ging groeien. Hoe kregen ze dat gras weg? Die zoden, want die krijg je met zo'n ploeg niet weg. Die moet je met een schop afsteken. En dat is nogal moeilijk. Ontzettend werk. Vlaggen. Hier, dat gaat beter. 2 paardenkrachten. Waarom zou je eigenlijk moeten ploegen? Want meestal werd er hier vroeger roggen gezaaid. En roggen, dat is 1-jarig. Als roggen nou meerjarig was, dan hoefde je nooit te ploegen. Kon je hem gewoon laten groeien, ieder jaar afmaaien, net als gras.
Maar ja, de pech is, de rogge en gerst en alle granen zijn eenjarig. Maar het is dus ook voor de onkruidbestrijding en ook om lucht in de grond te brengen, zuurstof voor de wortels. Die grond is na de oogst vast en door het ploegen wordt hij weer los. Vroeger waren die ploegen kleiner en die gingen minder diep dan tegenwoordig. Dus die ploegden misschien maar 15 centimeter en tegenwoordig is zo'n stuk. En ze hadden vroeger ook ploegen die niet gewenteld konden worden, niet draaibaar waren. Dus je ploegt als boer een voor en dan kun je tegenwoordig door diezelfde voor kun je terug. Maar vroeger ging dat niet, dan moest je een voor ploegen en dan aan de andere kant terug. En daar hadden ze een mooi systeem op gevonden, ploegden ze de akkers in bedden. En bedden die zijn ongeveer 2 meter breed, dus ze ploegden een stuk of 10 voren. Er was een bed. En dan hoefden ze die ploeg niet 100 meter over die akker te sjouwen. Want op een gegeven moment als je blijft ploegen en je krijgt een heel breed stuk waar je geploegd hebt, dan moet je die ploeg helemaal zo daar naartoe sjouwen en daar weer terug. Dus dat bespaart enorm veel werk. Werd in bedden, net als in de tuinbouw zag je dat ook wel, bedden. Zaalden noemden ze ook wel. In Teteringen zolderkes. Hier hebben we een oude put uit 1025. Bij het klooster Monte Cassino. Je ziet, ze hebben daar al een geavanceerd systeem om de emmers naar boven te krijgen. Met een rol waarover de emmers bewegen. Als een boer naar de akker moest met de ploeg, dat was een probleem. Want je kunt niet die ploegschaar zomaar over de grond laten... Op de sleper, hè? Ja, moest hij op de slee. Want je kunt die ploeg ook niet op een wagen tillen, daar is je weer te zwaar voor. Dus dan werd de ploegschaar op een slee gelegd en die ploeg heeft wielen, dus die kon zelf rijden. Alleen je moest die schaar niet beschadigen, dus je moest op de slee. Dus in de Leijzerstraat. Na het ploegen moesten de boeren gaan eggen. Wacht even. Er zijn een heleboel soorten eggen. Dat eggen dat diende vooral om de kluiten fijn te maken en dan kon je beter zaaien. Hè? Dan was het een vlak stuk grond. En die eggen heb je in allerlei soorten, zei ik al. Je hebt ook trapeziumvormig en kleinere eggen. Met een egg kon je ook panen uit de grond eggen. Panen, dat is het meest beruchte onkruid voor de boeren. Hè? Dat is... daar zijn alleen al 70 namen voor in dialect. En dat is altijd bij beruchte onkruiden. Die krijgen overal namen. Dialectnaam. Hier zien we de panen. Engels kweekgras, of panen, of pijn, of puin, of strekgras, of trekgras. Heel veel namen. En dit is het beste gras, wat de boeren tegenwoordig alleen maar in de weiën bestaan. Engels raaigras. Dat heeft een 10, zoiets, en dit heeft een 3. In puntenschaal van 0 tot 10. Dus dit eten de koeien bijna niet. En het trekt voedsel uit de grond, want anders zou je het gerust kunnen laten staan. Waarom zou je het onkruiden wegdoen als ze geen schade doen? Maar de boeren die hebben wel gemerkt dat die onkruiden nadelig zijn voor de oogst. Engels raaigras, ik vraag me af of dat uit Engeland komt. Dat weet ik eigenlijk niet. Hier hebben we de paardentractie. Dat is een erker, een aardkar. En het voordeel van zo'n erker, dat was dat de lading makkelijk gelost kon worden. Dus dan trok je een hout los en dan kiepte die kar zo achterover. Kon ongeveer een ton op. De wegen moesten natuurlijk niet slecht zijn, want je ziet wel hoe smal die wielen zijn. Dat is maar een decimeter of nog niet. En als je dan over los land ging rijden, ja, dan zak je er zo diep in. Je kan het paard nooit meer trekken. Hij is die kar aan het volgooien met mest en dan wordt het afgevoerd naar de akker en dan in hoopjes weggezet en dan moest het gebroken worden. Ja, dan trokken ze hem af. Ja. Maar voor knollen of zo of bieten dan, ja. Je had ook nog een andere kar, noemden ze de hoge kar of de lange kar en dat was voor hooi en graan, schoven. Ja, en dan kon je nog een trein maken. Er was nog een verlengstuk aan een hoge kar en dan kon er nog meer op. Want op deze kar kan natuurlijk niet veel op, dat is een heel kort ding.
kan er wel schotten op zetten om hem wat hoger te maken. Maar... mest, dat is een groot probleem geweest in de, op de zandgronden. Er was altijd tekort aan mest, tot 1900 ongeveer. Dus de boeren deden alles om maar mest te krijgen. De eigen stalmest natuurlijk. Maar ook uit de steden werd veel mest gehaald van de straten. Beerputten werden gelegd. Vanaf 1900 of kort ervoor werd er guano geïmporteerd uit Zuid-Amerika. Dat is eigenlijk vogelpoep. En toen kwamen de kunstmesten. Superfosfaat, kalium, nitraat en... we weten dat zware spul. Thomas Slakkemeel. Thomas Slakkemeel zat in zakken van 100 kilo. Dat was lekker sjouwen. Mag niet meer. Nee, dat mag niet meer. 25, hè? Hier zien we dus het zaaien van de kunstmest. Dat gebeurde oorspronkelijk met een zaaibak. En mondjesmaat. En de Thomas Slakkemeel, de Louis Zwaarspul, werd wel in een speciale kunstmestverspreider gedaan. Die was ongeveer 2 meter breed. En er zaten een soort draaiende bakjes aan en die verspreidden dat over het land. Maar later kwamen natuurlijk de echte kunstmeststrooiers en dan is het een kwestie van een half uur en je hebt een hectare kunstmest gezaaid. Behalve ploegen werden de akkers ook wel eens gespit en vooral de heidevelden. Die werden wel eens tot 3 steken diep gespit, omdat daar een harde laag onder zat. En als ze daar bossen wilden aanleggen, dan moest die harde laag eruit. Dat was natuurlijk heel zwaar werk en je kon weinig doen op een dag, maar het was wel eens nodig. Vlasakkers werden van tevoren ook vaak gespit. Dus dat is veel grondiger dan ploegen, maar ontzettend veel werk. En je moet een goede schop hebben natuurlijk. Hier hebben we de zaaibak. Dus met 1 arm werd hij vastgehouden. En met de rechterhand werd dan, bij rechtshandigen tenminste, 5% is linkshandig, dus die zullen het anders hebben aangepakt. Daar werd dus graan mee gezaaid op de akker. En de graan was dus niet in rijen. Dat is een groot nadeel, dat krijgen we direct. Maar hier werd ook kunstmest mee gezaaid. En kleinere zaadjes, bijvoorbeeld stoppenknollen, dus heel klein zwart zaad. Er werd uit een klein bakje gezaaid. Ze zaaiden ongeveer 26 liter per 0,2 hectare. Dat is 150 liter per hectare aan graan vroeger. 150 liter. Hier hebben we een zaaimachine. Is dat? Oh ja. Het zaaimachine hier, dat is een Engelse uitvinding. Die zaaien het graan op rijen. En wat is nou het voordeel van rijen? Nou, dan kun je veel makkelijker met een schoffel wieden. Want van tevoren moest de graan met de hand gewied worden. Dus er was ontzettend veel werk. En je prikt je aan brandnetels enzovoorts. Maar als het op rijen staat, dan kun je er zo met een schoffel tussendoor, fluitje van de cent. En dan kun je er zo onkruid vrijmaken. Vergeleken met wie? Ja. Hier zien we het zaaimachine in werking. Het was altijd zwaar werk natuurlijk, 2 paarden ervoor. Die paarden, dat zijn Belgen, Belgische paarden. Die zijn heel groot en sterk, mee van de grootste ter wereld. Maar in Nederland waren die paarden voor 1900 onbekend. Hadden ze veel kleinere paarden. Ook wel hitte. Hitte, die komen uit Hitland. Waar dat precies is, weet ik niet. Rusland. In Rusland, ja, daar waren mensen die gingen daar naartoe, die gingen hitte kopen. En die hadden de boeren ook vaak. Paarden waren veel kleiner dan in de 20e eeuw. Aten ook minder natuurlijk. Dat is ook belangrijk. Voor zover ik het kan zien, de bedovergrootvader van Koos van Bavel. Het breedwerpige zaaien. Uit een zaaikorf lijkt het wel. Heel vroeger hadden ze een zaaischort en hielden ze gewoon door. De rias of weet je wat. Dit is een inhoudsmaat voor graan. Die maten waren per gebied verschillend. In de baronie was een lopen. En dat was 21,6 liter voor roggen.
Maar voor haver was het weer anders. En als je naar Den Bosch ging, dan had je weer een kleinere of een grotere maat. En in België ook, er waren wel tientallen verschillende maten. En dat is in de Franse tijd allemaal gelijk geschakeld. Hè? En zo'n lopen die kon je met een kop erop doen, maar je kon hem ook vlak afstrijken. En dan had je precies de maat natuurlijk. 21,6 liter. En met één zon, met inhoud van één zon lopen, kon je een lopenzaad bezaaien. En een lopenzaad, dat is ongeveer 0,16 hectare. Dat is een oude oppervlaktemaat. Was in de 20e eeuw nog bekend. Lupset, zei ze. Lupset. Lopenzaad. Een beetje snel. 40 of niet? Ja, dat is een heel oude maat. Ja. Dit er nog van? Ik denk wel. Ja. Ja. Maar die 40 bij 40, die was in heel Nederland. Dus dat was niet alleen hier. Maar er zijn ook nog andere lopenzaden, maar daar ga ik het nou niet over hebben. Hier hebben we de tarwe. Links tarwe, rechts gerst. Gerst, dat is rotspul om te maaien en vooral om te binden. Want hij kruipt in je mouwen. En de prikkelt ontzettend. En die gerst die wordt meestal niet langer dan zo. Dus dan moest je rogge stro hebben om banden te maken. Want je moest daar schoven van maken. En dat moest dan met ander stro, anders kreeg je van zulke schoofjes. Dat ging natuurlijk niet. Een schoof, die heet eigenlijk een garf of een gerf. En een schoof, dat is oorspronkelijk het uitgedorste stro. Komt van schop, schobben. Tarwe werd in de baronie bijna niet verbouwd, alleen door de kleiboeren. Die zaten er in Oosterhout ook een stel, vooral op de Hout. Die hadden kleigrond en tarwe die vraagt om kleigronden. En rogge, dat is eigenlijk een onkruid in de tarwe, die staat hier nou niet bij. Maar die is in de Romeinse tijd opgekomen en dat is altijd het meest verbouwde graan geweest in de baronie. Mensen hadden altijd roggebrood. En tarwebrood was voor de pastoren, de notaris en de burgemeester. De oogst begint meestal op 25 juli, Sint-Jacob. En voor de rogge tenminste, de winterrogge. De rogge wordt in het najaar gezaaid. En dan overwintert hij. Als het goed is, overleeft hij dus. Niet koud is en niet te nat vooral. Want hij kan heel slecht tegen nat. En dan in eind juli wordt het gemaaid. Hier zien we al een geavanceerd apparaat. Dat noemen ze een zelfbinder. Van tevoren was het eerste zicht. Dat is een soort kleine zeis, zo lang. Met één arm te bedienen, met één hand. Met een piklat. En daarna was het maaimachine. Voor degenen die aan deze kant zitten, die kunnen het zien. Misschien. Als je hele scherpe ogen hebt. En daarna kwam de zelfbinder. De zelfbinder is van net voor de Tweede Wereldoorlog, denk ik. Maar hier werd die vooral in de jaren 50 gebruikt. En wat is nou het voordeel van het apparaat? Die maakt zelf schoven. Dus je hoeft de schoven niet meer te binden, want met zo'n maaimachine zat er één man op het maaimachine en die had een stok en daarmee hield je het graan tegen als de schoof groot genoeg was. En dan moesten een man of 6, 7, 8 moesten die schoven gaan binden. Dat was heel veel werk. Dus toen hebben ze de zelfbinder bedacht. Die deed touwen rondom de schoven en dan hoefden ze alleen nog maar op te zetten in hokken. Hier zien we de hokken. Hoe is dat hokken? Ja. Meestal zit er in een hok 4 schoven en die werden dan aan de dorst vastgebonden. Maar later zijn er ook grotere hokken gekomen van 6 of 8 en dan opzij nog een paar schoven. Dit zijn ook bijzonder kleine schoven. Ik denk dat dit een beetje een show is op een boerendag of zo. En schoven van niks. Ja. De is rogge. Rogge kon wel zo hoog worden. 2 meter. En gerst zo. En haver zo. En tarwe net zo groot als rogge. Daar was je met de zicht bezig. Hier hebben we de zelfbinder van achter. Oh nee, dit is gewoon een maaimachine. Dit is gewoon een maaimachine. Ja, dat is helemaal geen zelfbinder. Hier zit een man die slaat de schoven af. Dat is de hoorn die scheidt het aan. En hij stuurt de paarden, 3 paarden ervoor, dat is een beetje overdreven. Ik kan 1 paard wel.
Hier hebben we het handwerktuig. Dat bedoel ik. En dat andere ding, daar moest je de schoven mee vastpakken. Pikhaak of piklat. En als je dat deed, dan moest je de hele tijd gebogen staan. Dat was een heel zwaar werk. En sommige mensen die konden er veel beter dan anderen. Die waren veel sneller. De zicht is hier een beetje vertekend. Net omdat het blad heel klein is, maar dat is veel groter in werkelijkheid. Dus dat is een beetje slecht overgekomen. Ja. Mini-zicht. De Romeinen hadden ook al een maaiwerktuig. Dus die hadden ook al iets uitgevonden om de oogst te maaien. Maar dat deden ze heel anders. Er was een ezel die stond achter een maaimachine. En die, de mes van het maaimachine, dat kon niet bewegen. Dus die moest gewoon de stengels eraf rukken als het ware. En die werd, die ezel of de paard werd iedere keer vooruitgeduwd en dan weer achteruit. En dan verzamelden ze de graan. En zo probeerden ze het te maaien. En er zijn een paar afbeeldingen van zelfs. Maar dat was natuurlijk heel primitief vergeleken met wat later kwam. Een doskas. Het dorsen van het graan, dat was vroeger een enorm karwei. Dat duurde de hele winter. Dat begon meteen na de oogst. En dan duurde maanden en maanden. En dat deden ze met een ploeg van een man of vier. Dan werden de schoven op de dorsvloer gelegd met de koppen naar elkaar toe. De aren. En dan begonnen ze daar met de vlegels op te slaan. En dan moesten ze omgedraaid worden. En dan moest het kaf van het koren gescheiden worden. Dat was ook nog een heel werk. Ja, kafmullen. Daar komen we direct misschien nog op. Maar hier zien we een loonwerker. Die heeft een doskas, zo noemen ze. En hierachter hangen de zakken. Daar komt het graan in. En ook het afval. Dat was meestal een aparte zak voor vogeltjes voor. En dit ding, die band, die verbindt hem met een tractor. En ja, daar bovenop moeten de schoven in, die moeten van een tas komen, maar dat zie je hier allemaal niet. Oh ja, de tas erom. Ja. En allemaal zeer bewerkelijk en stoffig, ja. Heel stoffig. Ja. Ja, elektrisch. En er waren ook maneges. Dan hadden ze buiten een paard, die liep in rondjes. En die dreef met een soort as, dreef die de dorsmachine aan. Dorsmachine. De boeren hebben van alles geprobeerd om van de dorsen af te komen. Want het malen van het graan, dat was ook een heel karwei. Dat werd natuurlijk eerst met de hand gedaan. In Egypte al. In stenen vormen. Maar hier hebben we de lage molen. Aan het eind van de molenstraat. Zonder wieken. Dat was de grootste molen. Er was nog een tweede molen. Die zien we direct. En wanneer deze precies afgebroken is, weet ik niet. Maar voordat ik hem kende in ieder geval, voordat ik daar kwam. Dus dat zal misschien al voor de oorlog gebeurd zijn. Je ziet wel, ze noemden hem de lage molen, maar hij was toch heel hoog. Want in een molen zitten altijd heel veel zolders boven elkaar. En op elke zolder gebeurt wel iets. Maar daar gaan we het nou niet over hebben. Ja, de volgende. Het is ook een molen, maar dan om het kaf van het koren te scheiden. Er gaat eigenlijk, hier zit een as en daar zitten schoepen aan en hier zit een handvat en daar moet iemand aan draaien. Dus dan krijg je wind en die wind gaat over het graan, dat ligt hier ergens met het kaf en de kaf vliegt weg en het graan schudt naar beneden, dat ding staat de hele tijd te schudden en dan komt de graan in een ton of een zak en het kaf vliegt verder weg. Dus zo kun je het kaf eraf krijgen. Van tevoren moesten ze dat met een wan doen. Het koren wannen. Een wan is een groot gevlochten iets. En daar moest je dan mee schudden. En het graan omhoog gooien. En dan vatte de wind de graan. En dan ging het kaf weg. Hoopte je. Hier hebben we de andere molen van de Tilburgse weg. De hoge molen. Die stond op een bergen. Molens moeten altijd hoog staan. Anders vangen ze te weinig wind. En er mogen ook geen bomen in de buurt staan. Hier staan er wel een paar. Tegen de regels. Want die molen moest voortdurend kunnen draaien. Er waren wel eens windstille perioden. Dan gingen de boeren naar een rosmolen. Of naar een watermolen. In Dongen was een watermolen. En rosmolens waren overal. Die werkten altijd.
Dus als de windmolen niet kon malen, dan was er een oplossing. De hoge molen, wanneer is die afgebroken? 62. Ja, een stuk. Een van de gewassen die vroeger op de boerderijen nogal verbouwd werden hier, dat is een inheemse plant. Alle andere planten die zijn ingevoerd, de granen uit het Midden-Oosten, aardappels uit Zuid-Amerika, de bieten uit Zuid-Europa, maar sperry komt hier van nature voor. Dat is een heel klein plantje. En dat werd gezaaid in het voorjaar en dan werd het gehooid. En het zaad werd apart gewonnen. Maar het werd meestal gezaaid als stoppelgewas in het najaar. Dus na de rogge. En de rogge die is ongeveer 1 augustus van het veld. Dus om ongeveer op 10 augustus dan zat de spirrie erin. En dan kon je die in het najaar aan de koeien geven, maaien. Of je kon de koeien erop aan de tuieren zetten. En de tuier, dat is een stok in de grond met een touw. En dan kan die koe rondom grazen. Dat moet je heel voorzichtig doen. Want in die spurrie zit een stof waardoor de pens verstoord raakt. Kan het gas niet meer uit de pens en dan gaat die koe opzwellen. Heet trommelzucht. En dan moest de dierenarts komen, die stak daar een gat in. Naar de pens en dan komt het gas eruit. Dus daar zit een soort saponine in en dat zorgt ervoor dat het gas er niet uit kan. Van die spurrie gaven de koeien heel lekkere melk en boter. Noemen ze spurrieboter en die was heel gevraagd. Vooral in pachtcontracten lees je vaak over spurrieboter. Nog een ander stoppelgewas, dat is de stoppelknol of gruen of knol of rapen. Een heleboel tollen, heten ze ook wel. En die werden dus gezaaid begin augustus. Voor de 10 augustus, als het kon. En dan gingen ze groeien. En in november, dan kon je ze plukken. Knollen werden altijd geplukt. En bieten werden getrokken. Die zaten vast in de grond. En het belangrijkste deel van die stoppelknollen, dat was de knol. Want in de blad zit veel minder eten. Dus als je die knollen te dicht zaaide, dan kwam er heel veel blad en weinig knol. En dat was niet goed. En die knollen groeien het beste op zandgrond. Op den hout hadden ze de beste knollen, zegt men. Smaken een beetje naar mosterd, een beetje scherp. Nu krijgen we iets over de veehouderij. Handmelken tot na de Tweede Wereldoorlog, zeker tot 1960 zoiets, werd er altijd met de hand gemolken. Hier zien we de koeien zelfs niet vastgezet, die zijn dus heel mak. En het was een heel groot werk. 2 keer per dag, of ook wel eens 3 keer per dag, werd er gemolken. En ja, dan duurde het een paar uur voordat je alle koeien had gehad. Dat lag natuurlijk aan het aantal koeien. Melken was eigenlijk vrouwenwerk. Nou, kijk. Deden altijd de vrouwen. Superlander. Hier zien we de melkbussen. Melkkannen werden die ook wel genoemd. En er was er iemand die kwam die ophalen, 's morgens. En die bracht ze naar het melkfabriek. Het was een heel zwaar werk om die melkbussen op die wagen te gooien. Die wogen, ik meen, 30 of 40 kilo. 50? 40. 40 kilo. En sommigen hadden nog 2 lagen op die wagen. Hadden ze daar een plank op liggen en dan gooiden ze daar weer op. Jo en Jean Lorijsen. Op Oostend, meen ik. Ja. En die zijn de melkbussen aan het schoonmaken. Dat moest iedere dag gebeuren. Schuren. Ja. En die melkbussen die werden ook gekoeld. Er was vaak op boerderij een koelbak. Als ze s'avonds de melk niet ophaalden, moest de melk in de koelbak. Want die was natuurlijk 30 graden. En als het warm weer was, werd die zuur. Moest gekoeld worden. Hij is de stamvader van alle koeien. Dat beest moet je in het wild liever niet tegenkomen, want die is 2 meter hoog, zoiets. Hij is in 1627 uitgestorven, de laatste koe was in Polen. Maar van tevoren liep hij hier in de bossen rond. En over heel Europa en het Midden-Oosten en zo. Hij had ook een naam, die noemde ze Schellig. Maar dat woord komt maar een paar keer voor in de middeleeuwen. In Nederland is hij waarschijnlijk al uitgeroeid voor het jaar 1000. De oeros,
Ze proberen hem op het moment terug te fokken. Voor de Tweede Wereldoorlog hebben de gebroeders Hek dat geprobeerd. Duitsers. In een dierentuin. Die hebben allerlei rassen gekruist waarvan ze dachten, nou die ziet er lekker primitief uit. Die gaan we eens kruisen met elkaar. En nou zijn ze er weer aan het doen. Italiaanse grote runderen. Schotse hooglanders. Noem maar op. Ze proberen van alles om die oeras terug te krijgen. De stieren waren zwart. En de koeien waren rood. En de rood de komt ook voor in de Nederlandse rassen. Vroeger waren er hier vooral rode koeien. Ja, van allerlei soorten waren er. Vooral blaren, rode, witrikken. Blauwe, dat zijn gespikkelde. Gegremelde. Ja. Dus er waren heel veel rassen. Nou stammen de Nederlandse koeien waarschijnlijk niet af van die oeros meteen. Maar indirect van een soort oeros die in het Midden-Oosten was. Want de eerste boeren die hebben die koeien meegenomen. En die komen dus uit het Midden-Oosten. En die zijn via de Balkan opgerukt naar Nederland. En die hadden de vee bij zich waarschijnlijk. Af en toe zal er wel een kruising met een oeros stier geweest zijn. En misschien gebruikten ze een tochtige koe wel om zo'n oeros stier te vangen. Als je een gat graaft en je zorgt dat er maar één weg is naar die tochtige koe. En je legt wat takken over het gat en duikelt die stier erin. Hier het karnen. Dat gebeurde met de melk. Die moest eerst opromen. En dan na een tijdje kon je daar met die stok. En onderaan die stok zit een verbreding. Met gaatjes. Een soort rondje met gaatjes erin. Karnstok. En dan maar op en neer bewegen. Soms werd gedaan door een hond. Die in een draaimolen liep. Want het is natuurlijk heel saai. Tijdrovend werk. En op een gegeven moment dan kwam bovenop de boter. En dat was het voornaamste product van de boerderij eigenlijk. Hier waren allemaal gemengde bedrijven. En de boter die werd naar de markt gebracht. In Oosterhout was een aparte botermarkt. En in Breda natuurlijk, in Den Bosch, overal, Tilburg. En dat was eigenlijk het product wat het geld op moest brengen voor de boeren. Later werd dat het melkgeld. Ja, maar niet. Ja. Hier hebben we de opbrengst van de koeien. Daar loopt een boerin mee naar de markt. Had ze in de korf had ze klonten boter. Klonten noemde. Die werden verkocht per pond. En een pond was 0,46 kilo geloof ik. Ja. Dus zo verdienden ze eigenlijk het meeste geld met de boter. Want het graan werd niet zoveel verkocht. Dat hadden ze zelf nodig. En dat hadden ze nodig voor het vee en de varkens en noem maar op. Kippen. Ja, voor brood natuurlijk. Melkfabriek. Directeur van de Vleugel. Ze zijn rond 1900 ontstaan, die melkfabriek. Coöperatief vaak. En daar brachten de boeren dan melk naartoe. Maar er werd ook veel melk aan huis verkocht. Die bracht een paar centen meer op. Nou komen we op het hooien. Hier wordt een mes geslepen op een slijpsteen. In die bak zit water. Dat was het mes van de miner. Hier zit water in. Houd de steen nat. En dit is een mes. En dit is een hark, een rijf, noemen ze die hier. Een rijf. En die werkt veel beter dan. Je hebt ook moderne rijven van staal, maar dit werkt stukken beter, want dit is hout. En dan blijft het natte gras niet aanhangen. Dus daar kun je veel beter mee harken. En die tanden die erin zitten, die werden gemaakt van populierhout. Dit is wel hooi. Ja, dat is hooi. Dus die moesten allemaal los op een wagen. En dan stond er voorop een gek. Zo heette dat ding, een giek. En achter een paar palen. En een balk erover. En dan moest een balk erover, ja. Die, hoe noemen ze die? Polderboom. En als kind mocht je daarop mee rijden. Een hooihark. Hooihark had je in verschillende soorten om te ruggen, om het hooi in ruggen te doen. Maar je had er ook die het hooi opwierpen, losmaakte om te drogen. Ja, vorkjeschudder. En dat werd allemaal door paarden vooruitgetrokken. En van tevoren moest je het dan met de hand. Dus moest je met de hand. 1950 was dit.
het zwad breken en wat een enorm werk. Hier hebben we een zeis. De ijsmand wetten. Een zeis moest regelmatig gewet worden. Was je een beetje bot geworden van het gras. Want in gras zit kiezelzuur, dus een soort zand. En daar slijt hij door. En soms komen er ook kromme stukken in. En dan moet hij gehaard worden. Dat is weer wat anders. Maar hier wordt hij gewet. En steel is een beetje kort. Of de man is heel groot. Het is maar een klein manneke. Dus dat is om hooi te maaien. Je kunt ook met een zeis graan maaien, maar dat werd hier niet gedaan. Nee, maar dat kan ook, maar dan, moet je dan zit je met de schoven. Hoe maak je die schoven? Ja. Want dan heb je los graan en dan moet je dan nog schoven van maken. Maar dat werd in België wel gedaan. Ja. 13e eeuw is het. Zeisie. Die ruiters waren drie houtjes. Bovenaan elkaar en dan hier zaten een soort haken en dan kon je dwarshoutjes doorsteken en dan kon je daar het hooi opladen en dan kon het nadrogen. Want als er een bui kwam, dan moesten de boeren snel zijn en dan gooiden ze het op ruiters en dan kon het een paar weken staan, dan was het droog. Van Schotel, dat is uit de omgeving van Hilvarenbeek. In Diesen zaten. Ja, de schapen die werden hier ook gehouden. Is het Kempis schaap, of Kempis, zeggen ze ook wel eens. Noemden ze ook langstaarten. En die was een landras, liep hier op de heide en in bermen en zo. Maar nooit echt in weilanden. Er werd altijd op de hei gestuurd. En vroeger was hier veel hei, de Vrachelse hei en noem maar op. Overal was hei, waar nou bos is. Ja, die schapen die werden in 1800 aanbevolen, omdat er vlees zo lekker was. En dat kwam omdat er op de hei veel tijm stond, schreven ze. Ik kan het bijna niet geloven, want ik zie nergens ooit tijm op de hei. Of die moet in één klap verdwenen zijn. Maar daardoor kreeg het een lekkere smaak, de vlees. De wol was niet zo belangrijk, het ging vooral om het vlees. En de melk al helemaal niet. Hier zien we ze in een kraal, afgesloten hok. De mest van de schapen die was heel belangrijk, want die was drie keer meer waard dan koeienmest. Dat was heel vruchtbaar. En die werd dus altijd verzameld in een schaapstal. Sommige boerderijen die hadden een schaapstal. Er stonden ook wel eens schaapstallen aan de rand van de heide. Dan kon een herder bij een regenbui of als er een wolf in de buurt was, kon je daar in die schaapstal gaan zitten met zijn kudde. Nog een ander landbouwhuisdier, het varken. Je had hier vanouds het Nederlands landvarken, dat is met hangende oren. En oorspronkelijk waren die niet zo vet, niet zo groot ook. Dat was meer een wildvarken type. En later zijn er allerlei kruisingen gekomen met het Groot Yorkshire varken uit Engeland en nog een heleboel andere. Er zijn ook steeds meer biggen gekomen en ze zijn steeds sneller dik geworden. De meeste boeren die hadden vroeger twee varkens of zo en die werden dan in november geslacht. Ja, ja. Toen er nog bossen waren, dat komt in 1474 nog een keer voor. Dus ze eikels mochten eten hier in Barney. Vroegen ze aan de heer van Breda of de mocht. Hij zei, ja dat is goed als je maar niet de eikels van de bomen afslaat. Dus ze moesten alleen wat er op de grond lag, moesten ze aan de varkens laten eten. Maar dat werkte heel goed voor die hammen. Hè. Krijgen de hammen een hele goede smaak. Dat is tegenwoordig in Spanje nog. Daar hebben ze nog varkens die van eikels leven. Ja, Siberisch varken. Ja. Iberisch. Hier hebben we het nog een keer. Dat is een grote slagerij, zo te zien. Hier loopt ook nog een levende bok. Dit is het ekelen. Ja, dus hier slaan ze de eikels van de bomen en de varkens eten die op. En, ja, vroeger waren er hele grote eikenbossen, maar rond het jaar 1000 waren die allemaal weg. En toen konden bijna niet meer. Toen nam ook het aantal varkens heel erg af. Het kwamen de schapen, omdat de bossen weg waren. Toen was er overal hei. Ja, de pluimvee.
Pluimvee komt uit Azië. Hè. Is ingevoerd door de Romeinen hier. En op de meeste boerderijen waren er maar een paar kippen. Maar een stuk of vijf en een haan. Soms. Maar het was heel weinig. Maar het was wel bekend.